Tijdens het 5-jarig jubileum van Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda worden partners geïnformeerd over de plannen voor het komend jaar. Dat is een project in het Masbos. Het Masbos willen we min of meer adopteren. Het Masbos bestaat volgend jaar 500 jaar. Staatsbosbeheer heeft ook steeds minder geld te besteden. En wij willen kijken of dat we gezamenlijk met ondernemers zeg maar, een aantal zaken in het Masbos kunnen oppakken, zodat het weer jarenlang vooruit kan. Dit soort initiatieven maken onderdeel uit van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven denken niet alleen aan winst, maar willen ook iets terug doen voor de samenleving. Alleen hebben vaak zelf niet de tijd of weten niet waar ze moeten beginnen. En wij zorgen dat zaken met elkaar verbonden worden. En zo hebben we het afgelopen jaar in 2013 350 van die matches gemaakt, zoals wij dat noemen. Ik als werkgeversadviseur kom bij een ondernemer en die geeft bijvoorbeeld aan dat hij iets wil en dat geef ik dan weer door aan de stichting. Dus op die manier help je elkaar ook. Ja, dat is inderdaad een perfect voorbeeld van wat er in deze tijd moet gebeuren. Dat is dat ondernemingen ook wat in het Engels heet corporate citizen zijn. Gewoon burger van de samenleving. En als zodanig hun bijdrage leveren aan de kwaliteit van die samenleving. Is Breda een beetje maatschappelijk betrokken? Steeds meer gelukkig. En er zijn er ook heel veel die buiten ons om dat al doen. Daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Dat moeten ze wel blijven doen. Want ja, het komt de samenleving ten goede. En het wordt er eigenlijk alleen maar gezelliger op met z'n allen op deze manier. Ja, ik denk wel dat ze maatschappelijk betrokken zijn. Ik denk wel dat het belangrijk is op dit moment van iedereen zeg maar, maatschappelijke betrokkenheid vinden ze leuk. Maar ik denk dat er nog wel een stap gezet kan worden in dat mensen ook daadwerkelijk overgaan tot actie.